Het tweede loket van de twinningfaciliteit Suriname-Nederland, dat vorig jaar is gestart, loopt tot 2021. De eerste loketronde is nu afgerond en heeft geresulteerd in de toekenning van financiële bijdragen aan 21 projecten. Binnenkort zal op de website van de uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname-Nederland, UTSN, een overzicht worden gepubliceerd van de toegekende projecten in de eerste loketronde. Het UTSN heeft vanmorgen in verband met de opening van de tweede loketronde een voorlichtingsbijeenkomst gehouden in de Lalarook Ballroom. De belangstelling was zeer groot. De doelstelling van de twinningfaciliteit is het versterken van de sociale banden tussen Suriname en Nederland door middel van kennisuitwisseling en samenwerking van maatschappelijke organisaties. De projectdirecteur UTSN, Richard Born, gaf aan dat voor beide loketrondes 13 miljoen euro beschikbaar is gesteld door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. In die eerste loketronde, net doelen, zijn in totaal 21 projecten gefinancierd, 15 grote en 6 kleine. Dat is op zich een mooi aantal, maar het geeft wel aan dat op zich, en want we hadden 120 aanvragen in de eerste loketronde, betekent dus wel dat we echt alleen de beste projecten door konden laten gaan. En dat het dus betekent dat u echt meedeed in een concurrentie, een competitie met andere projecten. En het budget wat we hebben, dat is ook het budget waarmee we het moeten doen. Dus er is niet meer geld dan wat er nu beschikbaar is gesteld. Wie komen er in aanmerking? Ik gaf het eigenlijk net al aan, het gaat om de samenwerking tussen Nederlandse en Surinaamse organisaties op maatschappelijk middenveld in een samenwerkingsverband van tenminste één Surinaamse partij en één Nederlandse partij. De UTSN-directeur wees er verder op dat de twinning niet bestemd is voor overheids- of commerciële organisaties en ook niet voor individuele personen. Mensen kunnen dus niet aangeven dat ze een promotieonderzoek willen doen. Daar is het dus niet voor bedoeld. Het is niet een soort beurzensysteem of een stipendium of iets dergelijks. Daar is het niet voor bedoeld. Het is echt bedoeld voor organisaties. Geen organisatie met elkaar samenwerken. En niet voor individuele personen. Er zijn deze termijn, deze derde twinningtermijn, zijn er vier sectoren gedefinieerd door het ministerie die in aanmerking komen voor twinningprojecten. Onderwijs en opleiding, die zat er de vorige keer ook al in. Zorg en welzijn, ook dat als bekende, en taal en cultuur. En als nieuwe sector is daar nu aan toegevoegd milieu en ecologie. Dus totaal vier sectoren. En de bedoeling is dat in ieder geval projectvoorstellen die worden ingediend, tot tenminste één van die sectoren kan worden gerekend. Het kan heel goed zijn dat projectvoorstellen zich in meerdere sectoren bevinden. Om een voorbeeld te noemen, stel dat er een voorstel zou worden ingediend voor het upgraden van verpleegkundige opleiding. Dan zou je kunnen zeggen, nou dat valt binnen de sector zorg. Maar je kunt ook zeggen, dat valt binnen de sector onderwijs. Het valt eigenlijk binnen alle vijf sectoren. Dat was Richard Born, projectdirecteur van UTSN. Hij heeft vanmorgen in de ballroom van Lalarook een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over het tweede loket van de twinningfaciliteit Suriname-Nederland.